Goedemorgen. Ik heb een koffietje gezet. Ik wacht nu op Steven, die komt mij ophalen, want we gaan weer de eerste show doen van deze zomer. Ik heb er zo bizar veel zin in. We gaan naar Tilburg voor het programma Jeroen van den Boom. En I cannot wait. Ah! Oké, we zijn in Tilburg en we hebben zelfs al de eerste show gehad. Ja. Stevie on the keys today. We waren een beetje laat vertrokken uit Amsterdam. Maar we waren precies op tijd. Maar dat betekent wel dat we helemaal niet meer hebben gevolgd. Vet jammer. En we hebben dus ook geen video's van het optreden. Het was heel leuk. First show after a year. We moeten even inkomen. Maar het was wel weer heel leuk. En we gaan nu even lunchen, even chillen. Zo meteen naar Jeroen van den Boom kijken. Dit is onze datekamer in Hotel Auberge de Tilburg. Dit is onze grande terras. Tilburgse terrasse. Ik kan lachen. Wat echt, wat is dit voor zomer ook? In between shows. Wij hebben nu, hoe lang moeten we nog wachten? Ik denk dat we nog 2 uurtjes moeten wachten. En dan begint de avondshow. Gaan we even reacteren of zo? We gaan even een beetje zingen, een beetje doornemen en even rustig gaan. Dan gaan we weer omkleden, eten en dan show 2. Staat nog in. Oké, ik heb een nieuwe outfit aan. Woehoe! Nog even oefenen in de kleedkamer. Hi guys, mijn broek staat open want ik moet naar het toilet. First show in Anderhalf Year en het was amazing! Ik zit gewoon tussen de lift. Nee, het was super leuk. Jeroen van den Boom, dank u. Hola, hola, hola. Kijk eens met wie ik ben. So I'm gonna love you. We zijn in de kleedkamer, want we hebben vandaag show 3 van deze week. We hebben gisteren natuurlijk in Tilburg gespeeld. Het was echt vet leuk. Eerste show weer na heel lang. We zijn nu in Amsterdam bij restaurant. Lucius. In de Spuistraat. Oh, heerlijk, het ziet er geweldig uit. Fish in town. We gaan het meemaken, we gaan het ook even proeven denk ik. We hebben er vet veel zin in en we hebben allebei een leuk pakje aan. Ik pas het nog, na mijn coronakilo's. Coronakilo's, hij gaat nog net dicht die broek van Steve. Yeah. Maar we gaan weer knallen. De mensen komen binnen. Doe alleen nog maar wat beter is voor mij. Ik ben zo klaar. Oké, we hebben even gezongen net. Was echt super. We staan nu op de blauwe loper. We worden helemaal gepaparazzied hier. Hallo. Moet wel weer echt ziek erg inkomen. Als je een jaar niet hebt opgetreden door corona en dan ineens elke dag. Is wel even heftig moet ik zeggen. Maar wel echt mega leuk. Nou, we zijn weer op location. Nee. Hallo iedereen, we zijn er weer. We zijn er allemaal weer. Wow. We zijn helemaal ongekleed. Wat een leuk pak. Steve is ook. We zijn helemaal. Gisteren zag het er leuk uit, maar nu hebben we echt. Looking like a beggar, man. Ons best gedaan. We spelen vanavond weer. Frederick Women's Club. Bij het. Lucius Amsterdam. Lucius Restaurant in Amsterdam. Ja, we zijn helemaal black and white. En ja, we hebben er zin in. Even wachten tot de vrouwen hun voorgerechtje op hebben. En dan gaan we even gassen. My god, nou we hebben de eerste set gedaan. Ja, het was echt. Het was zo amazing. Leuk. Gewoon bij zo'n women's club heet het. Zijn vrouwen zo supportive en dat is gewoon zo fucking gezellig. Het was echt weer gewoon zo leuk om te doen. Oh my god. Straks set 2 en dan hoop ik dat we wat dingen kunnen filmen, want dat is wel leuk, hè? Mother! It's too bad. Oh my god, we spelen weer bij de Amsterdamse Zomer en kijk eens wie hier is. Ja, je filmt
De hoofdrolspeler van mijn vlog. Ha, en Alex, hij wil niet op de vlog, maar boeien. Hij moet. We gaan spelen bij de Amsterdamse Zomer voor het programma Glamis. En Alex komt op een geniaal idee om in te vragen om, ja, hoe noem je dat dan? Te drummen? Is dat, heet dat dan wel drummen? Ja, ja, ja. Hij gaat drummen, maar niet echt hoe hij dat normaal doet, maar wel een beetje. Het is een hele heftige ochtend, want vandaag zou ik spelen bij de Amsterdamse Zomer, maar onze grote vriend Steven heeft corona. Hey.